Jan, we gaan een nieuw programma maken, Ranger Jan. We zitten hier heerlijk in de schaduw van je appelbomen. Wat is eigenlijk een ranger? Het is eigenlijk een, Duitse benaming voor boswachter. Maar aangezien ik ook verschillende wandeltochten voor biologisch station Zwilbroek doe, is voor dat Duitse gedeelte de naam ranger toch wel leuker dan boswachter. Als je dan toch ranger bent, dan heb je ook een rangerhond. En dit is een hond die met heel veel excursies meeloopt. En dat is onze Rex. We beginnen maar eens te kijken waar je eigenlijk woont. Want ik zie allerlei dingen, bijzondere dingen in de natuur. En daarover gaat ons programma, hè? Ja, het is eigenlijk op stap met de ranger. En als ik het goed formuleren mag, wordt het een heel uitgebreid programma. Dat kan best wezen dat we op een boerderij zijn. Op een plek waar appelsieder gemaakt wordt, maar kan ook een oud ambacht zijn wat op de boerderijen nog van toepassing is. Kortom, alles wat op de buurtschappen gebeurt kan aan bod komen. Kan je eens iets laten zien over jouw mooie plek waar je woont? Nou, ik zou zeggen draai je maar rond. Ik noem dit altijd heel makkelijk hergebruik van landbouwgronden. En ik denk dat dat de laatste 30 jaar heel actueel is. Veel boerderijen die gestopt zijn, waar een amper invulling aan komt. En dit was vroeger een plek waar kippenhokjes stonden en waar dus een kalverwei was. Deze poel die is voor een kleine 40 jaar gegraven. Dat was eerst experimenteel. Later hebben we hem toch nog iets uitgebreid, want hij ligt hier echt in een leembed. En dat betekent dat hij dus niet droog valt. Ook in de laatste 3-4 zomers blijft er altijd een meter water staan. Maar deze poel is vooral in het voorjaar al een ontzettend belangrijke plek voor padden. Zo gauw als het voorjaar begint, dan heb je paddentrek. En hier komen werkelijk honderdduizenden jonge padden uitkruipen. Die dus het bos weer ingaan en zich weer verschuilen. En tegen die tijd dat ze geslacht rijp zijn, komen ze weer terug. Dus ook dit soort poelen is ontzettend belangrijk. Zeker voor padden. Als je nu goed luistert, nog de groene kikker, maar die hebben we overal. Maar dat was de insteek zeker van 40 jaar geleden. Zorg dat je meer poelen in dat landschap hebt, want ons landschap verdroogt. En dat is redelijk gelukt, alleen de laatste 20 jaar doen we er niet zoveel meer aan. Want die nadruk ligt er niet meer op, maar het is wel belangrijk. Nou, wat hier langer staat, dat is een oase voor vlinders, katterstaten. Ondanks dat de zomer hartstikke slecht was, zijn de bloemen veel eerder. Dit is een sequoia. Oftewel een moerascypres. En dat heb ik met dank aan mijn tuinman Gerrit Hesselink. Hij heeft me adviseerd om die daar te planten. Het is een prachtige boom. Hij kan ook goed tegen nattigheid, dat kun je wel zien, maar hij zit echt met de kont in het water. Het leuke van die boom is, ik wil hem al jaren opsnoeien, maar ik doe het niet. Want daar komt iedere keer het ijsvogeltje. En als in de Slingerbeek het water hoog is en hij heeft jongen, dan komt hij eigenlijk 10 tot 15 keer per dag hier vissen. En die takken die erover hangen, dat is zeg maar zijn hoogzit. Daar zit hij in om te kijken waar de vissen zitten. Dan laat hij zich in het water vallen. Doet hij trouwens ook vanaf meerdere plekken hier. Af en toe dan zit hij gewoon netjes op het bankje. En wacht tot een goede moment, pak zijn visje en vlieg vervolgens weer naar de Slingerbeek. En zijn nest zit ongeveer waar de Oostenbemerbeek en de Slingerbeek bij elkaar inkomen. Zo'n vijver heeft natuurlijk nog meerdere voordelen. Er is één voordeel, waar water is hoef je geen gras te maaien. En een ander voordeel is, als je hier kijkt, er is van alles wat hier omheen leeft. Er zijn dus niet alleen de kikkers, de padden. Maar het wemelt hier ook van libelles. Het is een Eldorado, water,
een beetje beschaduwd af en toe voor libellers en waterjuffers. Thank you.